30 leerlinge van Kleutersville is beseer toe die bus waarin hulle vervoer was, dinsdagochtend op die R44 by Klapmuts, buiten Stellenbosch omgeslaan het, berig Julian Jansen. Volgens die Suid-Afrikaanse paramedische dienste is al die leerders uit die bus en nabijgeleë hospitale in Parel en Stellenbosch geneem. Een 14-jarige leerder is per helikopter naar die hospitaal geneem. Die oorzaak van die ongeluk is nog onbekend.